Yes, yes. Goedenavond allemaal. Tof dat jullie ondanks deze warmte toch deze stream aan hebben gezet. En samen met ons vanuit deze fantastische locatie, Studio 150 in de Bethlehemkerk, dat we samen hier dit moment mogen gaan maken. Het zijn gekke tijden. We kunnen niet spelen met jullie erbij op dit moment. Maar we kunnen wel voor jullie spelen en dat is precies wat we gaan doen. We hebben er zin in. En ik ben niet alleen gekomen, ik heb meegenomen op de tenor saxofoon Jesse Schilderink. En ik heb Niek de Bruijn op de drums. Bill Mookhoek op de bas. Je hoorde hem al, fantastisch, mijn homie. Alexander van Popta op piano. Ik ben Niek. En we gaan voor jullie spelen. Thank you.
Yes, yes. Alexander van Popta, piano. Yes. Het is warm buiten. Langzaam wordt het ook steeds warmer binnen. Dus we doen het heel eventjes, heel klein beetje rustiger aan. Thank you.
Nice, dat waren twee stukken. Eén, de eerste was een bewerking van Naima, een stuk van John Coltrane. En het tweede was Horse and the Flying Panther, naar de naam van deze viool. We gaan verder met een stuk getiteld Turbulent Plover. Dat is een stuk van een idool van me, een Poolse jazzviolist genaamd Zbigniew Seifert, die helaas veel te jong is overleden. Als ik het goed zeg, op 32-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Maar in zijn leven heeft hij een paar geweldige albums gemaakt en heeft hij de jazzviool zogezegd enorm vooruit geholpen. En dit is een van zijn nummers, getiteld Turbulent Plover. Thank you.
Alexander van Popta op toetsen. Jesse Schilderink, tenor sax. Yes. nog maar een liedje, hè? Nog een liedje. Thank you.
Thank you.
Dat was Wayfaring Traveler, een stuk van Keon Harold en Jermaine Holmes. Ja, te gek. We gaan lekker. Jesse Schilderink op tenor. Wauw. Hij valt vandaag en over een week spelen op het Grachtenfestival. Valt hij voor ons in. Hij valt in voor Alessandro Russo, maar hij doet het fantastisch. Echt te gek om erbij te hebben. De eerste keer dat we samen spelen en het is een eer. Dus fantastisch. Te gek. Thanks. de volgende week spelen we dus de 14 augustus spelen op het Grachtenfestival. Volgens mij is dat concert uitverkocht. Maar op 5 september aanstaande, dan spelen we in Lantaarn Venster. En volgens mij zijn daar nog kaarten voor. Dus na deze stream niet weggaan, maar na deze stream gelijk naar het Lantaarn Venster. En daar kan je kaartjes bestellen. Daar gaan we onder andere de volgende 3 en tevens laatste 3 stukken van deze avond spelen. Dat zijn allemaal eigen stukken. En op de 5e gaan we daar nog een x-aantal nieuwe stukken aan toevoegen. Maar we hebben nu alvast een paar voorproefjes voor jullie voor die avond. De eerste heet Articulate Anger.
Cool, dat laatste stuk was trailing. En maakt niks uit. dan gaan we verder met ons laatste stuk van de avond. Maar niet voordat ik je nog één keer voor heb gesteld aan deze fantastische band. En dat is Jesse op de tenor. We hebben Alexander van Popta op de keys. Gek. Bill Scott Mookhoek op de basgitaar. Niek de Bruijn op drums. En mijn naam is Yannick Hiwat. En we gaan ons laatste stuk voor jullie spelen, getiteld Underdog. Fijne avond.
Yes, yes. Nog één keer, dit is het Yannick Hiwat Quintet. Met Jesse, Alexander, Niek, Bill. 5 september aanstaande staan we in Lantarenvenster. Met een heleboel nieuwe stukken. Bedankt als jullie deze avond met ons mee hebben gemaakt. En we kijken er ontzettend naar uit om jullie weer te verwelkomen in persoon. Maar tot die tijd, blijf gezond. Blijf gelukkig. We houden van jullie, we missen jullie. En hopelijk tot snel.